Waar komt het meel eigenlijk vandaan? Het meel komt hier bij de molen vandaan. Molen de Twee Broeders, dat is 500 meter hier vandaan. Ja, kunnen we in die molen gaan kijken? Jazeker, dat is wel goed. De molenaar is er volgens mij op dit moment, dus ik wil wel even kijken. Nou, super. Het waait, dus als het waait, dan is de molenaar. Nou, dan doet hij het, hè? Oké, nou, dan gaan we even kijken. Wat gebeurt hier dan zoal? Ja, van harte welkom in onze plannen. Zoals je ziet, zijn we hier meer landen gebouwd. Hier ook is meer onder andere voor bakkerij van Gerard, de Suus. Daar zijn we heel de week best aardig druk mee. En zoals je ziet, het is lekker wind vandaag, dus het komt lekker mee lang. Dat moeten we hebben. En het werkt eigenlijk als volgt. Ik koop de granen in, ze komen hier, worden hier geleverd. Hij is alles omhoog door die mooie luiken hier, dat ziet dan die tafel boven. Hierboven de draaien de molensteen. Dan moet het graan tussen en dan komt het hier dus als de molen maalt, weer gemalen in de zak terecht. Oké. En dat gebeurt echt alleen met de wind, de molen en dan gebeurt hij allemaal in de zak. Ja, okay. We hebben vandaag een prachtige zuidwestenwind, dus hij waait over het Altenaanse land hier natuurlijk. Dat willen we precies hebben natuurlijk. Lokaal kunnen we het niet krijgen. Ja, inderdaad. Zelfs de energie is lokaal. Dan wordt het gemalen en dan gaat het meel ook weer door die machine. En hierin zit de zeef verstopt. Dus als deze draait, dan komt hier. Oh, daar komt met de bloem uit. Dus hier met de bloem uit. Ja. Zo wit mogelijk. Zo wit mogelijk in ieder geval. En in die andere kokers komt het restant uit. Dus de vliesjes en het griesmeel. En wat wordt er met de vliesjes gedaan? Dus de vliesjes die gaan naar de koeienboerderij. Ja. En het griesmeel gaat deels naar bakker Gerard, die er kiembrood van bakt, griesbrood. Ja. En de griezen die ik overhoud, want hij bakt niet zoveel griesbrood als dat die bloem afneemt. Nee. Die blijven in de biologische keten door ook weer naar de veehouder te gaan. Ja. Dus dat wordt eigenlijk een biologische speklandschap. Dus het blijft allemaal binnen de keten en niks is afgelopen.